Wij zijn de komende dagen bij Predator Guiding in Ierland en we gaan hier vissen op grote snoeken. We hebben gevaar voor eigen leven gefilmd. Ja, hangen. Let. Zo, naast de boot. Wow. Yes! Wat een toppertje is dit, zeg. Super blij mee. Goed zeg. Ik mag ze niet vangen. Zo, goedemorgen allemaal. Welkom terug op kanalgratis.nl. Mijn naam is Lau en ik ben hier vandaag samen met mijn vader Erik. Hoi. We zijn vandaag niet aan het water. Nee, dat is even wat anders. We staan vandaag op Schiphol, want we gaan vandaag naar Ierland toe. Yes. We zijn vanochtend vroeg hierheen gegaan en we gaan over een uurtje of ongeveer gaan we vliegen. En dan gaan we bij Pierre, bij Predator Guiding, gaan we 3 dagen vissen. Ik heb er zin in. Ik heb hartstikke veel zin in. Echt en we nemen jullie lekker mee. Vanaf Schiphol is het slechts zo tussen de 1,5 en 2 uur vliegen naar Dublin. Een prima afstand dus. Op het vliegveld huurden we een auto en daar begon de pret. Nu begint het leuke stuk. Ik loop natuurlijk aan de linkerkant van de auto, waar je normaal zou instappen en dan achter de stuur zou stappen. Maar dat zit hier niet. Dus, we moeten aan de verkeerde kant van de weg gaan rijden. Tada! 2,5 uur lang hebben we de tijd om te oefenen, dus dat moet lukken, dacht ik. We gaan het zien. Let's go. Yes, let's go. We moeten 2,5 uur rijden, 200 kilometer. En dan zijn we bij Pierre. Het staat ook op de auto, jongens. Drive on left. Dus aan de linkerkant blijven rijden, jongen. Spannend. Ik rij gewoon lekker in het midden. Nu. Dus dan zit ik sowieso goed. Ah, hier, de rotonde. Die moet natuurlijk ook linksom. Ja. Gelukkig waren we al snel gewend aan het links rijden en ging dat verrassend goed. Onderweg reden we probleemloos door het prachtige Ierse landschap. Totdat we op een smal landweggetje uitkwamen. Roadblock. Uh-oh. Schapen. En nu? Dat moet er denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Dit is wel link. En ook verdacht een bochtje. Oh, kijk, daar staan ze. Hoi. Zo jongens, we zijn er bijna. We hebben 2,5 uur overleefd. En het links rijden was niet zo'n groot probleem, hè? Nee, dat viel heel erg mee. En nu rijden we op de oprijlaan bij Pierre. Predator Guiding. Eens even kijken. Predator Guiding Fishing Lodge. De lodge ligt direct aan Lough Derg, met 118 vierkante kilometer het op 2 na grootste meer van Ierland. Tijd om kennis te maken met de eigenaren van de lodge. Hello guys, we are together Predator Guiding here in Ireland. My name is Luca and I'm guiding on this lake now since a little bit more than 1 year. Hey guys, my name is Pierre. Welcome to Predator Guiding. We have a small business here. We organize a guiding trip. I'm here on this lake in Ireland for 16 years now. The main target here will be pike fishing. It's one of the best lakes here in the country and I think in Europe. We have a large amount of quite nice fish. Let's say between 90 and 1 meter. It's a quite big population. We organize trip, weekly trip, Saturday to Saturday. And now new from this year, we have a rental boat package. So you can come here with your friends, take our boat. We have a front motor, electronics, everything ready to go. And then you can explore the lake by yourself. Of course, with our help, we will put you on the right place and you can enjoy a nice week in Ireland at Predator Guiding. The package that we are offering is a complete package. Everything is included from the arriving to the departure. You have nothing that you have to take care of. It's the rental tackle is included. You can have rods, baits, lures, whatever you are looking for. It's all included on our rental package. The food is included. We are taking care of the breakfast, your lunch packages, and all the dinners will be in the local pub. So yeah. Like that, you have also the local experience a little bit. And we're right on the water. So you don't need to trail your boat. You have your breakfast in the morning. You walk 50 meters, you're jumping in the boat, and you're on the first few spot about 5 minutes away. So it's really good. You spend more time on the water, less time on the road. And if you have any question about the guiding service or about the rental package, simple, just contact Luca or myself. You have your phone on the website, you can contact, send us an email or through social media, Instagram, Facebook, whatever you want. Na een snel maar gezellig diner in de lokale pub was het tijd om naar bed te gaan, want morgen moeten we vroeg op. Na een snel ontbijt vertrokken we snel richting het water. We willen natuurlijk zo lang mogelijk vissen. Zo, goedemorgen jongens. Dag 1 op Lough Derg, zoals jullie kunnen zien.
Prachtige condities, bijna geen wind. Het regent een beetje af en aan vandaag, maar dat overleven we wel. Geen wind in ieder geval tot nu toe, dus dat is top. Pierre heeft ons net afgezet hier en heeft een paar waypoints gegeven op de dieptemeter. Dus we zijn helemaal klaar om te gaan. Wij maken even de boot klaar. Dan gaan we deze ondiepe baai uit en dan gaan we het grote meer op. Dus ja, tijd om spullen klaar te maken en daar gaan we. Wow. Nou, off we go. Daar gaan we, jongens. Mooi helder water. Lelizal hier zo. Yo, let's go. We gaan knallen vandaag. Bang. Wow. Zo jongens, de eerste spot. Zoals jullie kunnen zien, hier de bodem. Daarboven allemaal planten. Dus de eerste spot hier. Dus ben benieuwd. Pierre heeft wat waypoints voor ons gezet hier zo. Dus dat zit wel goed. Let's go. Dan gaan we er een mooi begin van maken. Hier dus zie je, we hebben keus genoeg. Dus het is altijd even de vraag, wat gaan we er als eerste aanhangen? Ja, die blauwe bussen zwemmen. Ja, dat kan best met deze diepte. Pierre had gisteren voor mij een hele mooie. Blauwe Buster Swim, lekker oranje buikje. Alright jongens, Pierre die zei dat jerkbaits het spelletje zijn hier de afgelopen tijd. Dus Buster Jerk in natuurlijk een van de beste kleuren. Spotted Bullhead, gaat hem worden hier, let's go. Oké, tijd voor de eerste worp op Lock Dirk. Ik zie hier gelijk al boven de planten en vis, dus dat is een goed teken. Daar gaan we jongens, eerste worp. Nee, dat valt mee. Als je kijkt naar de zijkant, denk je, betekent soms. Yo, hangen! Ja, heel kleintje. Heel kleintje. Kijk daar jongens, een guppy. Maar we hebben vis. Is dit je eerste worp? Nee, dit is mijn derde worp ongeveer. En het was een klein tikkie. Lekker rustig aan vissen met de blauwe Buster Jerk. En nou, daar komt onze grote eerste monster voor vandaag. De eerste vis van Lock Dirk, jongen. Het is een joekel, dat zien jullie. Hij heeft hem wel goed gejoekeld. Kijk eens. De eerste is binnen, jongens. Het is wel Lock geen Dirk monster. Vis. Wat een monster. Kijk eens. Maar dit is een leuk begin toch, jongens? De eerste vis op Lock Dirk, geweldig. We gaan nu langzaam het maatje opvoeren, hoop ik. Maar deze is vast binnen, yes. Hij mag weer gaan zwemmen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Weg is die weer. Nou jongens, lekker. Joehoe, lekker. Kijk eens. Nou, we kunnen nauwelijks zeggen eerste vis binnen, maar... Heel zacht aan, weet je ook weer. Een hele kleine vis. Weer zo groot als die straks. Oh, hij is nog kleiner. Oh jongens, geweldig. Die kunnen we gewoon bootflippen ongeveer. Een heel zacht, klein tikkie. Maar het is genoeg om hem weer in de boot te krijgen. Wat een monster jongen. Deze is nog groter dan die andere hoor. Echt een super monster hè. Wel die Ik denk typische... dat die, de 40 centimeter nog niet aanraakt. Wel die typische Lock Dirk kleur, hè? Zo bruinig. Mooi is dat, mooi, hè? Mooi beest, man. Super visie. Nou, gauw terug. Lekker zwemmen. Doei doei. Gaat ie. Niet waar we voor kwamen, maar dit is vis. Zo, dit is een mooi plukje planten. Ook allemaal vis erbij. Waar we nu overheen gaan. Oké. Okay. Nou, dan gaan we die toch eens even vangen. Ik denk dat het zo hoor ze is. Geweldig. Ja, Anne. Nou. Dat toch? Ja, hij is beter dan die waren. Nee, volgens mij. Hij kop schudt lekker, maar nee, 60 centimeter of zo. Ja, nog niet eens. Nog niet eens. Weet je zeker? Ja.
Hang on. Wow! Oh, leren. Hij sprong er niet in, hè? Dat is jammer. Eerste goede vis. Hij kan niet springen, joh. Hij was zijn richting kwijt. Geweldig. Zo jongens, het eerste uurtje zit erop. Twee vissen gevangen en eentje die er net voor het net afsprong. Ik heb één of twee aanbeetjes gemist, maar voor mij is het in ieder geval nog niks. Dus het is tot nu toe weer Harry die de koning is. Het zal ook eens niet. Het is altijd hetzelfde liedje. Ja, het waren ook super grote vissen natuurlijk. Ja, het waren wel hele grote, ja. Maar goed, het eerste uurtje is nu voorbij. We treffen het wel met het weer, weinig wind. Tja, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Wel wat regen, maar ja, dat overleven we wel. En ja, we gaan gauw lekker deze drift afmaken zo. We hebben hier echt de perfecte drift over constant, 2,5, 2,7 meter zeg maar. En plantjes, en we krijgen beet, dus wacht op de grotere en wacht tot ik mijn eerste vis vang. Zo, naast de boot. Oh. Nice, oi yo. Wat de hek. Naast de boot. Oh, een mooie aasje. Oei, oh nee. Oh, ook al. Daar gaat hij. Ah, boeien. Zo jongens, wij zijn ondertussen 2 uur aan het vissen. En ik heb zoals jullie kunnen zien een mooie vis gelost. Ik had nog een aanbeetje. Jij helemaal niks de afgelopen uur. Helemaal niks. Dus het is echt allemaal op die blauwe bus te zwemmen, alle actie. We gaan nu eventjes een kleine koffiepauze houden. En dan gaan we zo meteen een stukje verkassen naar de andere kant. En weer een nieuwe drift maken. Ja, bye. Weer zo'n hele grote. Weer een hele grote vis vandaag. Maar goed, vis is vis zeggen we altijd. Kijk eens aan jongens, weer een super vis. Keihard aanbeet. En echt toch wel de grootste van vandaag, maar niet heus. Nou ja, je ziet het op de formaat van het aasje. Kanaal gratis uitvoering. En toch ook weer het blauwe, dus dat is wel mooi. We gaan hem even onthaken. Nou, kijk eens aan jongens. Helemaal super. Gaat hij weer. Hoppa. Zo, hij sprong tegen de boot aan. Maar het was weer een vis. Vis nummer 3 in de boot vandaag. Oké, het is op het grote meer best wel hard gaan waaien en gaan regenen. Dus we hebben ervoor gekozen om op pad te gaan naar een ander klein meertje hier vlakbij. Maar om daar te komen moeten we door een smal kanaaltje hier zo. En dat ziet er natuurlijk super mooi uit. Dus waarom zouden we het niet vissen? Dus we gaan dit kanaaltje even afvissen op de weg. Naar het kleinere meer hierachter. En wie weet vangen we hier een mooie snoek. En anders vast wel in het meer hierachter. Waar het hopelijk ook wat windstiller is. En waar we dus met de kleine boot zonder problemen zo op kunnen. Ja, aan mij. Nee. Natuurlijk willen we hem hebben. Dat is voor mij wel de grootste van vandaag. Ja! In de net! Die wou hem ook wel hebben, zeg. Ja, dat was een beste beuker. Hopsa! Die andere zit mooi. Oh, kijk. Die is al los. Kijk eens jongens. Nou, dit was alweer het volgende visje. Net op het nieuwe meer aangekomen. Visje van een centimeter of 65 denk ik. Maximaal. En, ja, ook weer die mooie donkere kleur vooral ook bovenop. Het is in ieder geval weer een visje. Dus we gaan hem terugzetten en dan kan hij weer lekker zwemmen. Want ik wil er ook een vangen, dus gauw terug. Zo is maar net. Dan gaat hij. Dat was er weer één. Lekker. Nadat we geluncht hebben op het kleine meer, besloten we terug te gaan naar Loch Dirk. Waar de omstandigheden er ondertussen zo uitzagen.
Ondanks dat vonden we een stek die redelijk uit de wind lag. En daar moest het gaan gebeuren. Ja, hij komt hierheen. Zo. Ik mag ze niet vangen. Zit er niet in voor je vandaag, of? Ik mag ze niet vangen. Wat de f***. Na het verspelen van deze vis werden de weersomstandigheden alleen maar ruwer en gekker. Het ging keihard waaien en zoals je kan zien ook nog keihard regenen. Hierop besloten we om maar naar huis te gaan. Voor de veiligheid en om ons klaar te maken voor een nieuwe dag morgen. Pierre kwam ons terug ophalen en het was tijd om terug te gaan naar de lodge. Welkom in de Predator Guiding Lodge. En de eerste deur rechts, gaan we nu even naar binnen, is meteen de ontbijtzaal en de keuken. Door naar de volgende kamer en dat is onze slaapkamer. Zoals je ziet, 3 bedden, helemaal prima. Hier zit de badkamer, hier links nog een slaapkamer, in het midden een grote Navionics map. En tot slot hebben we hier de gezellige woonkamer waar je na het vissen lekker kan chillen met de andere gasten die er zijn. En zelfs een eigen kleine tackle shop. Dus heb je wat kunstdags nodig, ben je wat bijzonders kwijtgeraakt of wil je graag wat kunstdags kopen, hier ben je aan het juiste adres. Dag 2 begon met een schitterende zonsopkomst en een super rustig, kalm lockdurk. Stilte voor de storm. We begonnen dag 2 door even te vissen boven wat dieper water, maar al gauw stak de wind op en was het niet meer mogelijk om de boot rustig op de goede plek te houden. Ja, ja, let. Goeie vis. Oh, gukkie, kijk. Kom op. Valt mee. Kom op. Oh. Yes! Eindelijk! Tada! Hij heeft vis! Woe! Hoho! Jezus. Wat een relief! Eindelijk! Oh, lekker man. Yes, jongens. Mijn eerste lockdurkvis. Geen monster, maar na een dag strijden van gisteren en alleen maar vissen lossen, nu eindelijk de eerste. Struggelen vandaag ook weer, het waait knetterhard. En ja, in ieder geval een vis. Godzijdank, ik ben er super blij mee. En prachtige lockdurkvis. We gaan hem gauw terugzetten en kijken of we er nog meer kunnen vangen. Blimt hij op? Ja, hij eruit. Filmen met de vis mee, alsjeblieft. Nu mij filmen. Yes! Eindelijk! Zo jongens, dit was mijn succesaasje. En het mooie van bij zo'n gids zijn als Pierre of bij wat voor gids dan ook, is zij hebben gisteren super goed gevangen met deze kleur. Dus ze hebben mij aangeraden om vandaag ook deze kleur eraan te doen. En zoals je ziet, het werkt. Dus top. Oh, ik ben zo blij. Lekker. Oh, yes. Nou kan ik koffie drinken. Ja. Hoezo? Nu kan je koffie drinken? Nou, dat hebben die Zweden toch allemaal. Ja, na de eerste vis. Maar jij hebt er nog geen gevangen. Nee, dus ik heb hem nog niet gevangen, dus ik mag nog geen koffie drinken. Jij mag nog geen koffie drinken, nee. Maar ja, jij drinkt geen koffie, dus dan drink ik jij. Oh, oké. Dat is een goeie. We geven er wel een draai aan, toch? Ja, joh, tuurlijk. Ook vandaag werden de omstandigheden weer enorm guur, harde wind, veel regen in de loop dat de middag vorderde. Hierdoor werden we wederom gedwongen om niet ver het grote meer op te kunnen, maar eigenlijk vast te zitten aan de 2 stekken die we de dag daarvoor ook al hadden bevist. Maar goed, dat betekent natuurlijk niet dat we niks kunnen vangen. Yo! Oh, wat een mini. Oh, nee, daar heb je echt een net niet voor nodig. Kijk, dat wordt een stropper. Die moet je hebben, hoor. Oei. Ja. Hoppa. We komen net weer even op het grote meer. We dachten, het valt wel mee met de wind, maar het valt helemaal niet mee. Ik krijg een beuk op je kop. En, een monster. Echt een monstervis. Daar gaat hij. Doei. Lekker. Spot dat je verder? Even hier een paar worpjes even 2 tellen. En dan kan ook makkelijk nu.
vang toch niks. Change of plan and it worked. Yes. Ah, hij is mooi. Hij is gewoon qua tekening is die prachtig. Wat een prachtig mooi gekleurde vis. Hij is niet super groot. Maar ik zal je eens vertellen, we waren al die tijd met jerkbaits aan het vissen. Altijd natuurlijk relatief hoog, soms een beetje op half water. Wat gewichtjes eraan, maar we kregen ze niet verder. Dus ik dacht op een gegeven moment, die vis moet er zijn. Ik ga lekker diep vissen. Ik pak erbij een hooligan roach. Ik gooi er wat extra gewicht aan. Ik gooi hem één keer in, laat hem zakken op de bodem. Twee tikkies en het was boom. En er was deze mooie vis. Dus we gaan hem lekker terugzetten. Nou, hier is hij. Onze redder van de dag. De Hooligan Roach. En nu ook weer bewijst hij toch weer zijn dienst. Jerkbait is het verhaal. Eén keer een Hooligan Roach, eerste worp. Boom, leuk visje erop. Dus ja, wat wil je nog meer? We gaan hier even mee verder vissen. Ik ben benieuwd wat er nog boven water komt. Top! Oei, 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 blijf laag, je vis, blijf laag. Wat een stelletje wilde brassen nog steeds. Oei, hopsakee, kijk eens. Oh, precies. Los in het net. Nou jongens, het heeft even geduurd. We waren een beetje de moed aan het verliezen door het slechtere weer en harde wind, regen enzovoort. Kijk eens weer, zo heel mooi die hele donkere bovenkant hier op de visjes. Dat is zo mooi van de vis hier op Longdurk. En dat groene hier. En dan inderdaad van het contrast ook tussen de boven- en de onderkant. We zijn er weer blij mee en we gaan hem terugzetten. Hartstikke tof. En wederom, wanneer je dacht dat het niet slechter kon qua weer, werd het alleen maar erger en erger. Na het vangen van deze vis ging het alleen maar knijterhard waaien en nog harder regenen. Dus besloten we om maar weer naar huis te gaan. Dag 2 zit erop, nog één dag te gaan. Zo jongens, goedemorgen. Vandaag onze laatste dag hier. Tenminste, de laatste dag. We gaan vandaag vertrekken, we gaan vandaag weer naar huis. Gisteren hebben we helaas niet kunnen vissen vanwege het weer. Het was windkracht 7, windkracht 8. Superveel regen en superveel wind. Dus helaas zijn we er gisteren niet uitgekund, dus we hebben in totaal maar 2 dagen kunnen vissen helaas. En zoals jullie gezien hebben, geen grote vissen, maar gelukkig hebben we wel een paar vissen gevangen. Helaas hebben wij natuurlijk niet het gewenste succes gehaald, maar tijdens de gisteren trips met Pierre en Luca deze week zijn een aantal prachtige vissen gevangen. Die zien jullie nu hier voorbij komen. Dus wil jij nou ook dit soort vissen vangen en met Pierre en Luca meegaan? Of op je eigen houtje Longdurk verkennen, zoals wij dat hebben gedaan? Check dan zeker de site van Predator Guiding of stuur Pierre en Luca of Predator Guiding een berichtje op Instagram. We willen natuurlijk Predator Guiding, Pierre en Luca hartstikke bedanken dat wij hier aanwezig mochten zijn. Verder wil ik je natuurlijk super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je deze video leuk vinden, dan zeker even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hier beneden. Vergeet ook zeker niet alle andere kanaal gratis kanalen uit te checken. En als je dat gedaan hebt, dan zeg ik dankjewel voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie volgende keer bij een gloednieuwe video. Later mensen.